Normaal maakt je leverancier een factuur voor alles wat hij jou levert. Soms is het echter de opdrachtgever die zelf, uit naam van de leverancier, een factuur maakt. Dergelijke facturen worden zelfbillingfacturen genoemd. Deze manier van werken wordt veel toegepast bij bemiddelingsbureaus en bedrijven die met zelfstandigen werken. Ook affiliate-opbrengsten of bonussen worden vaak op deze manier gefactureerd. Op de zelfbillingfactuur staat factuur uitgereikt door afnemer. Daarnaast staat op de factuurregel een negatief bedrag. Wil je een zelfbillingfactuur maken voor de uren die een ingehuurde ZZP'er bij je gewerkt heeft, dan doe je dat als volgt. Zet de gegevens van de ZZP'er bij klant. Ga naar facturen en offertes en open een nieuwe factuur. Klik op de factuurregels, geef omschrijving en aantal op, in dit geval 40 uur gewerkt in week 22 en vul een negatief bedrag in. Kies bij de categorie nu uitbesteed werk, omdat het over mensen en uren gaat. Inkoop kies je wanneer het om goederen of materialen gaat. En klik op opslaan. Bij referentie en opmerking kiezen we nu wijzig. En bij de opmerkingen boven de factuur typen we nu factuur uitgereikt door afnemer. En kies opslaan. Klik nu op voorbeeld en je ziet hoe de zelfbillingfactuur eruit ziet. Is alles goed? Dan kon je hem versturen. Jij hebt nu de factuur voor je ZZP'er gemaakt. Betaal je je ZZP'er, dan kun je de afschrijving op je bankrekening koppelen aan deze factuur. Kijken we op de winst- en verliesrekening, dan zie je bij uitbesteed werk deze kosten staan.